Welkom bij RailsCenter. Voor uw veiligheid vragen wij uw aandacht voor deze korte veiligheidsinstructie. Op veel zichtbare plekken hangen ontruimingsplattegronden. Lees deze instructie bij binnenkomst. Er hangt een instructie wat te doen bij met belangrijke informatie in iedere ruimte van het gebouw. Mocht het ontruimingsalarm afgaan, verlaat dan direct het gebouw. Volg altijd de instructies van de BHV'ers op. Een BHV'er is herkenbaar aan zijn of haar groene hesje. Bij een ontruiming is het verboden de lift te gebruiken. In bouwdeel A op de eerste verdieping is een evacuatiestoel voor minder validen aanwezig. Er zijn twee verzamelplaatsen, aan de voorzijde van het gebouw en aan de achterzijde van het gebouw. Meld u bij een BHV'er en wacht de instructie af. Ga in geen geval naar huis. AED's zijn te vinden bij de receptie en in de meterkast van het opleidingsgebouw van het bovenleidingpracticum. Ook hebben we huisregels. Volg altijd de instructies op van uw opleider of begeleider. Betreedt u de ballast, dan bent u verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Signalerende kleding, veiligheidsschoenen en een helm. In sommige situaties kunnen er aanvullende maatregelen worden voorgeschreven. Bij wissels bestaat de kans op beknellingen, dus let op. Houd er rekening mee dat op ieder moment een wissel kan omlopen. Op ons hele terrein geldt een rookverbod. Er zijn twee rooklocaties, links van de hoofdingang, ter hoogte van de wisselloods, en aan de achterzijde. RailsCenter hanteert verschillende lunchtijden. In de opleidingslokalen hangt een overzicht met tijden waarop u kunt lunchen. Bedankt voor uw aandacht. We wensen u een veilig en aangenaam verblijf bij RailsCenter. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon, opleider of begeleider. Spoor veilig of spoor niet.